Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is dit jaar in aanmerking gekomen voor de Human Rights Award. Deze award is uitgereikt door de Europese Unie, die vandaag een seminar heeft gehouden in verband met de herdenking van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens op 10 december. Dit jaar bestaat het Kinderrechtenverdrag 30 jaar. Ferrier is in aanmerking gekomen voor deze award omdat ze zich al langer dan 30 jaar inzet voor de rechten van kinderen in Suriname. Het seminar is in samenwerking met Stichting Projecta in het Courtyard by Marriott gehouden. De niet-residerende ambassadeur van de Europese Unie, Fernand Pons Kanto, benadrukt dat de rechten van kinderen in Suriname gewaarborgd moeten zijn. And I would like to say also that for me, at least, I heard something which I want to repeat today. A society is to be judged by the way it treats its children. And this is first the responsibility of government. I think public institutions have the first duty. But it's also the responsibility of civil society. And congratulations for being here today. That is essential, it's fundamental. Ultimately, though, it is also the responsibility of individuals, each of us. And in that sense, I think that this is a very nice opportunity to reward the work of an individual, which is also why we're here today. Ferrier, die bijzonder ingenomen is met deze bekroning, onderstreept dat Suriname in actie moet komen om de rechten van kinderen te waarborgen. Ze hamert daarom op duurzame investeringen in kinderen. Een van de belangrijkste investeringen in een kind is liefde, aldus Ferrier. Het vraagt persoonlijke inzet. Het vraagt niet met een opgeleerde 30 jaar. Het vraagt niet om focal points, het vraagt niet om platformen, het vraagt niet om rapporten, want die hebben we genoeg. Nee, laten we nou eens een keer doen en please, UNICEF is hier. Stop dat geld niet weer in onderzoek, maar stop dat geld in duurzame investering in die kinderen, zodat ze veilig kunnen zijn. En je ziet in het filmpje, want ik wist dat niet toen de opname kwamen, hoe lang we al praten over het jeugdcorrectiecentrum. En het doet me goed dat ik daar gisteren ook kon zijn om te zien, want dat is ook zo'n andere voorvechter, dat we dat jeugdcorrectiecentrum, de eerste fase, nu eindelijk hebben aangepakt met de onderwijs en de mediatheek. En daar ben ik echt heel blij voor. Het is alvast weer een stap. Maar het heeft echt lang geduurd. Maar goed, we zijn daar nu en we gaan gewoon door. Dat was minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die vandaag de Human Rights Award heeft ontvangen van de Europese Unie.